Eskimoteren, het trainen van de lage en hoge peddelsteun. De ruim 200 leden van kanovereniging Dolfijnen uit Harderwijk doen dat sinds kort bij een nieuw clubhuis. Door grootse bouwplannen van de gemeente moest de vereniging het oude clubhuis verlaten. Toen moesten we zoeken naar een andere plek. Daar heeft de gemeente ons fantastisch bij geholpen. En dat was naast het Dolfinarium. Ik zei van, willen jullie daar zitten? Ja, geweldig. En heel veel stappen verder gingen we opeens in een reuzenvaart. Van een akkoord zaten we nog een anderhalf jaar verder en zitten we hier opeens. Samen met de aannemer heeft de vereniging met man en macht de handen uit de mouwen gestoken. Van jong tot oud. Met de jeugd hebben we veel geholpen met het bouwen, met het isoleren van het pand, het vastzetten van planken, een heleboel. In het nieuwe clubhuis springt de kano-stellage het meest in het oog. Een lid van de Dolfijnen kwam met een eigen ontwerp waarbij dunne latjes het enorme gewicht van tientallen kano's dragen. Binnen Kanoland kan ik gerust zeggen, dit is uniek. Dit is geweldig. Het is heel sterk. Het functioneert ook heel goed. Iedereen is er heel blij mee. En blij zijn de Dolfijnen ook voor hun penningmeester Fred Beunen. Voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger is hij zaterdag koninklijk onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Ik ben er wel blij omdat ik het heb gekregen. Ik had het anders nooit verwacht. En het is ook niet mijn insteek om lintjes of om eer of roem iets te doen. Maar ja, dat je vrienden en je medeclubgenoten dit zo waarderen, dat is toch wel fijn.